Je bent co-host. Ja, hij staat aan. Oké. Goed, we gaan van start. En Hans, zou jij ook op de deelnemers die nog binnenkomen willen letten? Ja, dankjewel. Oké, goed, korte introductie. Even de agenda. Dus ik zal straks mezelf voorstellen, Babette zal zich voorstellen. Dan ga ik het kort hebben over wat is nou eigenlijk bereik op LinkedIn. Dan gaat Babette inhoudelijk haar verhaal doen rondom haar succesformule, de Blanco-formule. Ik ga vervolgens een verhaal houden over hoe je je bereik kunt beïnvloeden en wat dat uiteindelijk betekent. Dus hoe kun je daar waarde aan geven en zorgen dat het niet alleen bereik blijft, maar dat je ook naar business kunt groeien op het platform. En vervolgens hebben we een wrap-up in de vorm van mogelijke volgende stap. Dus we hebben natuurlijk een aanbod voor jullie. En dat is een aantrekkelijk aanbod, zeker als je van allebei onze diensten gebruik zou willen maken. Dan hebben we het extra aantrekkelijk gemaakt. Goed, nou kort voorstellen. Ik heb zelf jarenlang gewerkt voor DHL. Het bedrijf zal bij jullie allemaal bekend zijn. Dat is eigenlijk ook het meest internationale bedrijf ter wereld. Zit in meer landen dan McDonald's en Coca-Cola. En het is het grootste logistieke bedrijf ter wereld. En ik was bij DHL verantwoordelijk wereldwijd voor alle leadgeneratie en alle verkoop binnendienstmedewerkers. Dus ik had zo'n 250 mensen in 50 verschillende landen. En daar heb ik mijn kennis en ervaring mogen opdoen. En 2018 of 2017 eigenlijk ben ik al begonnen met omzetcoach.nl. In 2018 ben ik uit dienst gegaan en ben ik me volledig gaan focussen op het uitbouwen van dit bedrijf. Inmiddels werken we dus samen met een aantal collega's, waaronder Hans, die vandaag ook modereert. En Jonathan Fokker en Mark Vos zijn mede-omzetcoach. Nou, we hebben heel veel klanten mogen helpen de afgelopen 5 jaar. En de basis, zeg maar, van onze dienstverlening bestaat eruit dat we ondernemers helpen om effectiever te kunnen verkopen. En dat betekent focus op mindset, vaardigheden en structuur. Waarbij het verhogen van verkoopeffectiviteit is eigenlijk onze niche. He, dus kun je slimmer werken of bijvoorbeeld meer rendement halen in minder tijd. Nou, en vanuit dat gedachtegoed is LinkedIn ook vanaf het begin eigenlijk onze belangrijkste leadbron geweest. Dus we hebben, toen ik net was gestart, was ik nog in loondienst. Daar heb ik heel veel in de avonduren en in de weekenden kunnen doen op LinkedIn. Om al bezig te zijn met het uitbouwen van mijn netwerk, relaties te ontwikkelen en uiteindelijk ook leads te genereren en klanten te kunnen helpen. Nou, die strategie die ik daar toepas, dat noem ik LinkedIn for Business. En dat is dus ook de strategie waar we vandaag wat raakvlakken mee zullen zien. En die inmiddels ook voor heel veel van onze klanten succesvol is. Babette, wat is jouw achtergrond? Nou, dat is duidelijk, denk ik. Topsport, dat heb ik heel lang gedaan. Daar is ook daar heb ik eigenlijk al mijn sporen in verdiend. Maar daarna heb ik mijn weg proberen te vinden als coach, ook het topsport toegepast op werk. Dat heb ik vele jaren gedaan. En de laatste 2 jaar ben ik me eigenlijk een beetje opnieuw aan het uitvinden. En doe ik van alles. Ik ben coach, ik spreek. En vandaag ben ik hier om jullie iets te vertellen over content. En hopelijk kan ik jullie wat goede tips meegeven. En dat was het eigenlijk even voor nu. Dankjewel. Ik zie dat ik helemaal niet ouder ben geworden. Nee, totaal niet. Nee. Het geheim en de waarde van 1 miljoen views. Dat moet natuurlijk en de waarde van 1 miljoen views zijn. Ja, ik had het net al heel kort over die LinkedIn for Business strategie. Dus de klanten van ons die ook in deze masterclass meedoen, die zullen dat herkennen. Ja, dus je hebt eigenlijk 5 pijlers waarvan wij zeggen dat een logische fundament vormt onder die strategie. En dat begint bij een stukje personal branding. Dus ook je waardepropositie die we net in de chat natuurlijk hebben gevraagd. Je netwerk, dus met wie ben je allemaal gelinkt en zijn dat
klanten, potentiële klanten? Zijn dat mensen die je goed kent of nog niet? En vervolgens is het content, hè, dus het delen van inzichten op het platform en daar betrokkenheid op krijgen. Nou, dat is het stuk waar we vandaag op gaan focussen. Maar natuurlijk is het heel belangrijk, en daar zal ik ook zeker aan refereren, is dat je iets moet gaan doen met die betrokkenheid. Nee, dus als je daar business uit wil halen, dan zul je moeten werken aan relaties. Er zal vertrouwen moeten ontstaan om uiteindelijk zaken met elkaar te gaan doen. En dan nog komt het je niet aanvliegen. Hè? Dus dit is geen strategie waarbij met een toverstokje de gebraden kippetjes je mond invliegen. Je zal hard moeten werken en ook moeten gaan opvolgen. Dus er is zeker sprake van een gestructureerd verkoopproces waarbij je omzetkansen vertaalt naar een pipeline en die gaat managen. Ik gebruik waarschijnlijk af en toe wat vakterminologie. Als je het niet begrijpt of je hebt de vragen over, bestaan geen slechte vragen, dus stel ze gerust. Oké, we gaan het vandaag dus hebben over die bijdragers met meer dan 1 miljoen views. En wat betekent dat nou uiteindelijk voor je business? Nou, we hebben die bijdragers natuurlijk in de communicatie wel laten zien, maar Babette gaat straks een verhaal zonder slides doen. Dus ik wil jullie in ieder geval even haar miljoenen post laten zien. Hoeveel views had je daar nou uiteindelijk op, Babette? 1,3 miljoen? Ja, zoiets. Ja, dus dat is natuurlijk ongelooflijk, hè? Dat van de zeg maar, ja, wat ze het zijn, ik geloof 7 miljoen Nederlanders die een LinkedIn-profiel hebben, er zijn er elke dag 1,1 miljoen actief. Dus je kan bijna zeggen, alle actieve LinkedIn'ers hebben deze post wel gezien. En Babette heeft hier het Algemeen Dagblad geattendeerd op een typfout. Sven Kramer werd geen negende, maar werd een legende, dus een legende. En dat heeft haar dus de 1,3 miljoen opgeleverd. Views dan, hè? Geen euro's natuurlijk. nog niet. En dan mijn eigen bijdrage van 1 miljoen plus. Die is wat minder origineel wellicht, maar geïnspireerd op een post die honderdduizenden likes had in het Engels op het platform van supportwomen.com. En daar zag ik hem voorbij komen. Ik denk, ja, als hij internationaal honderdduizenden likes haalt, zal ik hem eens even in het Nederlands vertalen en eens kijken wat het in Nederland doet. En nou, dat gaf dus 13.500 likes. En uiteindelijk net boven de 1 miljoen views gekomen. Ja, dus wat is bereik op LinkedIn? He, dus we kijken hier naar twee bijdragers. En bijdragers die krijgen views op het moment dat er betrokkenheid plaatsvindt op die bijdragers. In de vorm van likes, comments, shares, leestijd. Dat bepaalt in feite hoe vaak zo'n bijdrage dan getoond wordt op de tijdlijn. He, dus een view betekent niets meer, niets minder dan dat LinkedIn het op een mobiel of op een computer heeft voorbij laten komen. En dat iemand er naar heeft kunnen kijken. Hè? Maar ze kunnen er ook voorbij scrollen. En dan is natuurlijk de impact van zo'n view vrij minimaal. En daarom is de betrokkenheid is eigenlijk veel belangrijker. Dus hoeveel likes en comments krijg je hier nou op? En wat gebeurt er dan aan dialogen onder zo'n bijdrage? Daarnaast bijdragers op LinkedIn kun je ook artikelen schrijven. Dat is de laatste tijd weer wat populairder, omdat dat vaak ook gekoppeld is aan een LinkedIn newsletter. En de views die je daarbij ziet, dat zijn wel daadwerkelijk de views dat het artikel is geopend. Dus de manier waarop LinkedIn dat berekent en bekijkt is het net even iets anders. En dan heb je nog video views. En bij video views telt het aantal keer dat je video minimaal 3 seconden is bekeken. Dus ook daar heb je redelijke zekerheid dat mensen ook echt je content hebben gezien. Nou, wat bepaalt dat bereik en hoe kun je dat dan een beetje gaan beïnvloeden? Nou, primair is natuurlijk de inhoud van de bijdrage of van het artikel is belangrijk. Aan de andere kant, we hebben een paar jaar geleden gezien dat een ei op Instagram, geloof ik, of op Twitter ook miljoenen views kan genereren. Dus inhoud is ook een beetje overrated. Maar over het algemeen kan je zeggen dat het wel primair natuurlijk belangrijk is, zeker op een platform als LinkedIn, dat er een bepaalde toegevoegde waarde is. Maar het kan hem ook zitten in een andere vorm van aantrekkelijkheid. En dat kan bijvoorbeeld een leuk of interessante video zijn of een leuk of interessante foto. Ook fun.
Hè, dus je ziet ook dat ja, wat laagdrempelige content het ook relatief goed doet op LinkedIn. Daar is overigens niet iedereen fan van en dat zorgt dan weer voor extra betrokkenheid, omdat mensen dan gaan reageren, dit hoort op Facebook thuis. En dat is weer goed voor je bereik. Hè, maar over het algemeen zie je gewoon dat daar veel positieve reacties op komen. In de vorm van likes. Hè, dus dan kan je kiezen uit hartje of steun of een standaard like. En bij peilingen kun je ook een stem uitbrengen. Hè, dan kun je je mening ventileren. Vaak heb je dan verschillende opties. Je kunt natuurlijk ook een commentaar onder zo'n bijdrage plaatsen om jouw visie op het geheel te geven of een vraag te stellen of een opmerking te maken. En wat ook meetelt voor het bereik is de tijd die iemand doorbrengt op jouw content. Hè. Dus als jij een lang verhaal schrijft, dan zal iemand daar langere tijd over doen om dat te lezen. Wat er vorige week een klant van ons, die had een puzzeltje op LinkedIn gezet, heeft ook duizenden views gegenereerd. Doordat mensen nog even na moeten denken over die puzzel en dus die leestijd langer wordt. Maar tot slot is het ook zo dat kliks ook nog mee kunnen rekenen. Je ziet wel eens mensen die plaatsen dan een bijdrage met meerdere foto's. En dat kan dus ook weer meerdere kliks opleveren. Een link in een bericht kan een klik opleveren. Maar aan de andere kant is een link in een bericht ook eigenlijk killing voor je bereik. Omdat mensen dan natuurlijk wegklikken van LinkedIn en van jouw bijdrage en niet terugkomen. Nou, er zijn dus een aantal dingen die LinkedIn wel niet leuk vindt en die je bereik beïnvloeden. En wat dus heel belangrijk is, is dat als je daar echt controle over wil krijgen of dat positief wil beïnvloeden, is dat je dat ook goed gaat begrijpen wat die dingen dan zijn. Daarnaast is het zo dat naarmate iemand verder bij je afstaat in je netwerk, je ook meer views krijgt. Hè? Dus een like van een tweede of een derde graads connectie levert meer views op dan een like of een stem van een eerste graads connectie. En het is ook belangrijk dat je relatief snel na het plaatsen je eerste betrokkenheid krijgt. Omdat LinkedIn is natuurlijk allemaal kunstmatige intelligentie. En die gaan gewoon door middel van een protocol kijken. Hey, wordt er snel gereageerd op Babette, haar content? Als dat niet het geval is, nou, dan zal het wel niet waardevol zijn. Dan gaan we het ook niet verder laten zien. Zo hard werkt het. Nou, je kunt hier zelf ook wel wat inzicht in krijgen door dingetjes bij te houden. Ik gebruik daar zelf twee dingen eigenlijk voor. Excel en een Shield app. Dus dat is een meet-app. En ik heb precies zien wanneer heb je iets geplaatst, hoe laat was het, heb je daar video, foto of alleen tekst bij gebruikt en wat is dan uiteindelijk het bereik en wat is de betrokkenheid op zo'n post. En waarom is dat interessant om bij te houden? Omdat je daar natuurlijk conclusies aan kunt verbinden. Je kunt de lat voor jezelf elke keer weer net zo hoog leggen als je laatste goede post. Wat ook interessant is, is dat je ziet dat eigen content veel effectiever is dan het delen van content van andere mensen. En dus de mensen die bijvoorbeeld die post van Babette of mij hebben gedeeld, die hebben daar nauwelijks bereik op gehad, terwijl wij een miljoenen bereik hebben gekregen. En dat heeft ook eigenlijk een simpele reden, dus dat LinkedIn-algoritme gewoon concludeert, jij bent niet de aanbieder van de originele content, dus ik ga bij jou ook niet dat bereik laten zien. Een mooi voorbeeld hier, een post over de ABN AMRO Bank. Ik heb 158.000 views en honderden reacties. En iemand die dat dus deelt, ja, waar dus niet één reactie op komt. En dat ligt dus niet aan die content, maar dat ligt aan het feit dat de techniek niet werkt. Nou, er is natuurlijk wel een andere reden waarom mensen soms content delen. Dan denken ze, nou, dat is interessant voor mijn netwerk. Of ze willen de afzender een plezier doen. En er wordt ook zelfs vaak gevraagd door die afzender van, kun je dit delen in je netwerk? Maar het is dus allebei niet effectief. Wat je beter zou kunnen doen, is een like en een comment geven op die persoonlijke post. En daardoor wordt het ook zichtbaarder binnen jouw netwerk, want jouw tweede graads connecties zullen zien, Freddy of Pieter of Hyacinthe heeft ergens op gereageerd. En die worden dan nieuwsgierig gemaakt. Dus als je anderen ook een plezier wil doen, geef ze dan een relevant inhoudelijk commentaar, zodat er misschien een dialoog ontstaat of tag wat mensen uit jouw netwerk,
waarvan je denkt dat die bijdrage waardevol voor hun is. Oké. Nou, Babette, we vliegen er alweer doorheen, hè? Dus de eerste 15 minuten zitten erop. Jij gaat ons verblijden met jouw inzichten rondom jouw Blanco-formule. Ja. Zal ik die presentatie even helemaal uitzetten? Want jij gaat geen slides gebruiken, hè? Nee. Oké, dan ga ik eventjes stop sharen. Zo. Dan kunnen we met volle aandacht naar jou luisteren. Oké. Nou, wat gaaf dat ik vandaag mijn ervaring met jullie mag delen. Niet in de rol van content specialist, maar meer als ervaringsdeskundige. Ruim 1 miljoen views op mijn post van Sven Kramer. Inmiddels ben ik een jaar bezig en heb ik miljoenen views. En voor mij is dat een bewijs dat je met eigen content een heel groot publiek kan bereiken. Vandaag doe ik geen sheets, maar deel ik gewoon mijn verhaal en ook mijn Blanco-formule, waarin ik jullie eigenlijk ook tips geef hoe je betere content kunt gaan schrijven. Vervolgens ga ik jullie ook vertellen wat het mij tot nu toe heeft opgeleverd, want dat is ook niet geheel onbelangrijk. En ik doe jullie een aanbod wat ik voor jullie kan betekenen. Maar ik ga even beginnen bij het begin. En dat is eigenlijk voordat ik überhaupt een letter heb geschreven. Dat was ongeveer 2 jaar geleden. En ik had eigenlijk alleen maar belemmeringen van, ja, weet je, ik had schrijfangst. Wie zit er op mij te wachten? Wat kan ik schrijven? Stel dat niemand het leest. En ook, eigenlijk heel belangrijk, het verschil of de balans zoeken tussen zakelijk en persoonlijke content. Van wat wil ik delen over mijn werkzaamheden, maar ook mij persoonlijk. En dat is lastig, want er is een tijdje geweest als je je hond een foto van je hond plaatste, dan kreeg je honderden views. Maar zei je van ja, ik wil toch een aanbod, dan had je er misschien 4. Dus dat, daar moest ik echt een weg in vinden. En toen ik die knop omzette en bij mezelf dacht van ja, weet je, in principe zit niemand op je te wachten, maar ik heb gewoon iets te delen. Toen ben ik begonnen. En wat ik heb ervaren, is dat goede content wordt altijd gelezen. Ook als je nog niet zo heel veel volgers hebt. Ja, dan wordt het natuurlijk niet hetzelfde met duizenden. Maar goede content wordt gelezen. Er is alleen een groot verschil tussen zakelijk en persoonlijk. En dat is wel iets wat je zult moeten accepteren. En als je daar een goede mix in vindt, en dat heb ik denk ik wel een beetje gevonden, dan is dat goed. Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, als ik iets persoonlijks deel, dan wil ik niet. Dat is niet zakelijk, want LinkedIn is een zakelijk netwerk. Maar ja, weet je, tegenwoordig is het zo dat mensen je ook willen leren kennen. Dus als je iets van jezelf erin zit, dan is dat gewoon heel waardevol. Maar het blijft wel een dunne lijn. En als je besluit om iets over jezelf te delen, denk daar ook over na. Wat wil je delen? En hoe vaak wil je dat delen? Dat zijn allemaal dingen die je kunnen helpen om je netwerk te versterken. En ik heb daarin ook een formule bedacht voor mezelf, gaandeweg. De Blanco-formule, want ik ging er in principe gewoon blanco in. En Frank heeft het net al genoemd. Als je content schrijft of je post iets, dan begint het eigenlijk pas. Wat ik zelf heb gemerkt, is dat je niet elke dag hoeft te posten. Maar als je post, dan heb je daar aandacht voor nodig. En dat is gelijk de B van de betrokkenheid in mijn formule. Het is belangrijk dat je als je post, dat je het eerste uur daar aandacht voor hebt. Want als je dat niet doet, dan gaat het eigenlijk je post verloren. En met je betrokkenheid laat je ook zien dat je, dat je belangrijk vindt dat mensen reageren. En zelf heb ik daar best wel mezelf ingeprent dat ik wil doen.
En als je miljoenen views hebt, dan kun je je wel voorstellen dat je honderden commentaren krijgt. Dat heb ik op Sven Kramer gekregen. Dat heb ik op mijn post over mijn tweelingzusje gekregen. Dat zijn ook persoonlijke berichten. Nou, daar gaat uren werk in zitten. Maar ik heb mezelf altijd voorgenomen dat ik op elke reactie reageer. En dat betekent ook dat een bepaalde professionaliteit laat je daarmee zien. En het is ook belangrijk dat je altijd positief reageert. Dat is wel, vind ik, heel belangrijk. Dus die betrokkenheid, vergeet dat niet. Dus je hoeft niet veel te plaatsen. Maar als je iets plaatst, zorg dat je daar aandacht aan besteedt. Toen ik begon, en dan komen we gelijk bij het tweede puntje. En dat is de leesbaarheid. Toen ik begon met schrijven, was het wel een dingetje van, ja, hoe zorg ik ervoor dat mensen mijn post gaan lezen? Wat is daarin belangrijk? En in het begin wilde ik veel delen, veel schrijven, maar ik merkte gewoon dat dat niet werkte. En ik had het geluk dat ik maar 13 tekens mocht gebruiken bij LinkedIn. En dat was eigenlijk wel een voordeel, want zo moest je leren om in een korte tijd je boodschap over te brengen. Tegenwoordig heeft LinkedIn dat losgelaten. En dat betekent ook dat je soms te veel tekst plaatst, waardoor mensen ook sneller weer doorscrollen. En zeker als je ze hier nog niet kennen. Dus wat ik heb gedaan, is ik probeer altijd in een hele korte tekst erin te zetten wat voor mij belangrijk is. En dan laat ik meestal een leesregel, een witte regel ertussen. En zo bouw ik mijn tekst op. Ik heb gemerkt dat, dat veel schrijven niet een grotere impact heeft. Wat ik wel heb geleerd, is dat als je een goede afbeelding plaatst bij je content, dan kan het ook veel meer reacties opleveren, omdat het beeld dan klopt. Wat ik nu vaak zie, is dat mensen helemaal verschillende lettertypes en al dat soort dingen erop zetten om op te vallen. Maar dat, volgens mij is dat niet altijd iets wat werkt. En zou je het gewoon simpel kunnen houden door gewoon het leesbaar te maken voor je mensen. Dus ik zie jou kijken, Frank. Heb je daar een vraag? Je staat uit. Ja, ik sta uit. Ik zeg nee, er zijn geen vragen tot nu toe in de chat. Als je vragen voor Babette hebt, deel het graag. Er waren wel wat vragen, maar die heb ik inmiddels beantwoord. Okay. Bijvoorbeeld over die lettertekens. Voorheen had je inderdaad 1300 lettertekens. Op dit moment zijn het er 3000 bij de bijdragers. Oké. Okay. Ik laat even mijn tekst vallen. Oké, dus als je het hebt over betrokkenheid en leesbaarheid, dan gaat het ook over zichtbaarheid. Maar zichtbaarheid is voor mij niet hetzelfde als aanwezigheid. En dat is gelijk de A in mijn formule. Ik heb de afgelopen 2 jaar heel erg gewerkt aan mijn LinkedIn-profiel. Want dat vond ik eigenlijk wel heel belangrijk, dat mijn profiel goed was. Maar ik merk dat dat helemaal niet zoveel impact heeft. En zichtbaar zijn heeft een klein beetje verschil. Natuurlijk, als je post, dan ben je zichtbaar. Maar het is vooral je aanwezigheid op LinkedIn wat uiteindelijk het verschil maakt. En met aanwezigheid bedoel ik ook reageren op andere posts, actief meedoen. Hè, want LinkedIn, je moet het eigenlijk als een soort grote kroeg zien. Je komt daar en je ontmoet mensen en dan raak je mee in gesprek. En hoeveel mensen jou zien en ook met jou kunnen interactie kunnen hebben, hoe groter je bereik is. En aanwezigheid voor mij is eigenlijk best wel belangrijk. En wat bedoel ik daarmee? Als mensen zeggen, ja, je kan met 10 minuten per dag of een half uurtje per dag echt 1 miljoen views bereiken, dan denk ik dat dat niet kan. Je hebt wel een bepaalde commitment nodig om jezelf neer te zetten op LinkedIn. Voor mij is LinkedIn ook mijn enig netwerk wat ik gebruik. En dat is wel belangrijk. En als ik een post schrijf, dan ben ik misschien wel die dag 2 uur bezig om overal op te reageren.
Dus dat, hou daar rekening mee. Dus dat je niet zomaar even iets kan sturen. En dat het dat is. Ik moet ook zeggen, bij mij is er ook groei gekomen. Het is niet zo dat ik mijn post over Sven Kramer in één keer ervoor gezorgd heeft dat ik 1 miljoen views krijg. Er is ook heel veel werk vooraf gegaan. En dat moet je ook niet vergeten. Om echt goede content te schrijven is veel oefenen. En je schrijft het niet voor de likes, kun je doen. Maar je schrijft het uiteindelijk ook om meer klanten te krijgen. Dus je aanwezigheid is echt wel iets goeds om over na te denken van hoeveel tijd wil jij besteden aan LinkedIn. En dat is ook belangrijk voor je content. Een heel belangrijk punt voor mij is eigenlijk de N in mijn blanco formule. En dat is vind jouw niche. En daar kan ik je bij helpen. Omdat ik dat ook voor mezelf niet duidelijk had. Kijk, als je een bepaald beroep hebt, je bent bijvoorbeeld websitebouwer, dan weet je gewoon, ja, ik ga content delen over websites. Maar er zijn er heel veel. En misschien is er iets waar jij ook over kunt delen, wat misschien wel wat persoonlijker is, waardoor je gewoon nieuwe ingangen vindt. Dat is belangrijk en dat heb ik ook gedaan. Want zoals je kunt zien, ben ik eigenlijk topsporter ooit geweest. Maar dat gebruik ik niet. Alleen, ik merk nu van ja, de Olympische Spelen waren. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga toch mijn verleden als topsporter inzetten om mijn visie daarop te geven. En dat werkte heel erg goed. En daar had ik mezelf nog helemaal niet over nagedacht dat dat zou kunnen. En uiteindelijk heeft mij dat gewoon heel erg geholpen om daar ook een niche in te vinden. En dat zou voor jou ook kunnen werken. Dus dat is wel iets waar je echt goed over na moet denken van wat zou jouw extra niche nou kunnen zijn. En dat werkt. En ik ben nog steeds op zoek naar nieuwe ingangen. En als je dat doet, dan krijg je ook vanzelf weer nieuwe kansen. En je hoeft niet altijd een expert te zijn in iets. Maar als je het gewoon deelt, dat kan ook al gewoon voor heel veel mensen iets betekenen. Dan wil ik even doorgaan op het allerbelangrijkste, namelijk de content. Wat is nou goede content en wat is nou niet zo goede content? Nou, Frank zei net al, sommige mensen plaatsen een ei en daar kun je best wel veel likes mee krijgen. Maar het is natuurlijk veel belangrijker om content te plaatsen die iets voor jou doet, wat voor jou werkt. En ik kan alleen maar zeggen dat voor mij content plaatsen, dat daar ook iets aan vooraf is gegaan. Namelijk dat je goed nadenkt over je tone of voice. Dat je die echt gaat vinden. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, dat is eigenlijk jouw geluid. En dat kan op heel veel verschillende vormen. Je kan kritisch schrijven, je kan positief schrijven, zelfs een beetje negatief. Het kan allemaal. Maar realiseer je wel dat jouw tone of voice iets zegt over wie jij bent. En dat je daar ook zorgvuldig mee moet omgaan. En dat wil ik hier toch even benoemen, want doe er je voordeel mee. Er gebeurt heel veel in deze wereld op dit moment. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je daar een mening over hebt. En dat je dat er gewoon opzet, zonder daar eigenlijk over na te denken. En dat kan het zomaar betekenen dat je eigenlijk hele goede content plaatst, heel positief geluid, maar in één keer wordt meegenomen in de waan van de dag. En dan kan het zomaar betekenen dat je eigenlijk alles zomaar verspilt. Dus denk daar goed over na, van wat je deelt en wat je niet deelt. Die tone of voice, dat is iets, dat is oefenen. En daar kan ik je ook in begeleiden van, nou, wat past er nou bij jou? Wat wil je nou met je bedrijf uitstralen? Wat wil je voor jezelf uitstralen? Want daar kan je gewoon heel veel mee doen. Het tweede, wat ook heel belangrijk is voor mij, is hoe schrijf je? Schrijf je in de je-vorm of schrijf je in de ik-vorm? Toen ik begon met schrijven, vond ik dat heel moeilijk om in de ik-vorm te schrijven. Omdat ik dacht van, ja, weet je, ik. Ik hou het wat algemener. Maar je zult merken als je in de je-vorm schrijft, dan heb je niet altijd een impact.
Dus een tip die ik je wil geven is, kijk eens naar je eigen content en vervang de je is in de ik. En een van de dingen die je eigenlijk nooit mag doen, dat is mij ooit geleerd, is een post beginnen met ik. Nou, al mijn posts beginnen bijna altijd met ik. En wat daar zo fijn aan is, is dat ik zelfs een kritische noot kan plaatsen. Maar door het bij mezelf te houden, krijg ik daar eigenlijk nooit geen negatieve reactie in. En is het aan de lezer wat hij of zij daarmee wil. En dat is heel prettig. En dan komen we ook gelijk bij de O van openheid. En dat is eigenlijk wat Frank ook aangaf. Van ja, je kan met eigen content kan je meer bereik krijgen. Maar ook door openheid. En dat heb ik gedaan. Ik heb voor mezelf een keuze gemaakt. Een tijd geleden om alles in alles wat ik doe, om dat vanuit mijn hart te doen. En dat betekent dus dat ik ook in mijn content open ben. Daar schuilt een gevaar in. Want als je open bent, dan ben je ook kwetsbaar. En als je kwetsbaar bent en je krijgt negatieve likes, en dat kan altijd gebeuren, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Nu kan je jezelf afvragen wat het verschil is tussen schrijven uit je hoofd of schrijven uit je hart. Nou, voor mij is het verschil gebleken, als ik schrijf uit mijn hoofd, dan ga ik zitten, dan ga ik nadenken en dan ga ik schrijven en dan ben ik een half uur bezig. En dan schrijf ik het op en dan werkt het vaak niet. Schrijven uit mijn hart is eigenlijk meer borrelen. Dus er gebeurt iets, er borrelt, het moet eruit en ik schrijf het op. Dat is wat ik doe. Dat heb ik eigenlijk, maar dat is ook oefenen. Het is niet zo van zomaar schrijven. Want dat heb ik eigenlijk ook gedaan met de post over Sven Kramer. Want alles wat ik net verteld heb, heb ik eigenlijk ook gezegd van, joh, wat wil je uitstralen? Wil je positief geluid maken? Of wat wil je doen? Nou, voor mij was het heel belangrijk om positief te zijn. Maar met de post over Sven Kramer, toen zat ik een kopje koffie. Ik had 5 minuten tijd. Ik sloeg de krant open en ik las dat. En ik dacht, oh, daar wil ik wat mee. Dus ik schreef het op. Maar toen ik het had opgeschreven, was het na een kwartiertje zoiets van, nou, ik zat in de auto en ik dacht, ja, zal ik hem dan toch afhalen? Want ik was wel een kritische noot. Heb ik niet gedaan. En het was ook niet nodig. Omdat ik het wel bij mezelf heb gehouden. En dat zien mensen ook. En dat is ook iets wat ik jullie wil meegeven. Is dat ik dacht, ach, als je vanuit je hart iets opschrijft, dat verschil weten mensen niet. Mensen weten het verschil niet of je het uit je hoofd of uit je hart doet. Nou, dat is wel zo. Mensen voelen gewoon wat je schrijft en reageren daar ook op. En dat kan je dus heel erg helpen. En dat heeft mij ook heel erg geholpen. Dus die Blanco-formule is iets wat je ook kan toepassen op je eigen content. En daar kan ik je uiteraard bij helpen. Waar ik het meest trots op ben, in het laatste 1,5 jaar wat ik gedaan heb met LinkedIn, is de actie en de interactie met anderen. En dat ik daarop niet 1 negatieve reactie heb gekregen. Er kwamen wel reacties van, is dit wel geschikt voor LinkedIn? Maar nooit persoonlijk. En dat is natuurlijk ontzettend positief. En dat sterkt ook mijn mening dat als je iets schrijft en je schrijft het in de ik en je houdt het bij jezelf, dan scheelt dat. En dat is ook een tip voor mensen die misschien een beetje angstig zijn om dat te schrijven, omdat men bang is voor de reacties, hou het bij jezelf. Dus dat is eigenlijk wel wat ik vandaag voor jullie kan delen, wat het met mij heeft gedaan. En De terechte vraag die jullie nu kunnen hebben van, ja, wat heeft het je nou eigenlijk opgeleverd? Nou, dat kan ik je zeggen, heel veel. Want je kunt nagaan als je miljoenen mensen bereikt. Soms is dat natuurlijk heel vluchtig, maar er zijn ook andere posts die je plaatst. En daardoor gaan mensen je zien en komen ze bij je. En wat het mij heeft opgeleverd is klanten.
Ik heb in het begin van het jaar een nieuwe dienst aangeboden. Spiegelgesprekken. Sinds februari, anderhalve maand nu, heb ik er 14 gedaan. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Maar wat het me ook opgeleverd heeft, zijn nieuwe kansen. Zo zit ik vandaag jullie hier te vertellen over content. Ben ik gaan spreken. Ga ik over een maand beginnen aan mijn boek. En dat had ik nooit kunnen doen zonder LinkedIn. En de verbindingen, dat is ook nog een ander iets wat mooi is. Je creëert gewoon een waardevol netwerk. Je creativiteit, mijn creativiteit is enorm toegenomen door dat wat ik zie op LinkedIn. En wat mij inspireert en waar ik zelf ook mee aan de slag ga. Kortom, ik kan eigenlijk zeggen dat in anderhalf jaar tijd is mijn leven compleet veranderd door LinkedIn. Zonder LinkedIn had ik nooit deze kansen gekregen. En dat is eigenlijk wat ik iedereen kan aanraden. Als je op zoek bent naar inspiratie, nieuwe kansen, doe dit. Ja? Hoe vaak per week post jij, wordt er gevraagd in de chat? Dat is een goede vraag. Soms een week niet. Soms twee dagen achter elkaar. Maar dat is het eigenlijk wel. Dus ja, het is ook inspiratie, hè? Dus je zegt, ik lees iets in de krant en dan denk ik op dat moment, daar ga ik wat mee doen. Ja, dus het is niet zozeer van, ik moet elke week iets posten, maar ik post op het moment dat het komt. Ja, en ik heb dat is ook... Ik dacht altijd, dat werd me wel eens verteld, van ja, je moet veel posten. Mensen moeten je heel veel zien. En ik merkte gewoon dat dat niet, voor mij niet werkte. Want ja, je zichtbaarheid wordt wel vergroot. Maar het aantal mensen wat je post leest, niet. En ik vind het belangrijker om iets te delen, als ik ook echt iets te delen heb. Dus dat eigenlijk. Ja, dat is nog een vraag. Merk je verschil in bereik als je 2 dagen achter elkaar post? Ik merk wel verschil. Dat de posts elkaar kunnen versterken. Want je ziet ook dat mensen terug gaan kijken. Dus ik merk dat wel. Maar ik merk ook een duidelijk verschil tussen zakelijke content en persoonlijke content. En een tip wat ik kan geven, als je iets persoonlijks deelt en je krijgt daar veel reactie op, is het ook een goed moment om daarna iets zakelijks te posten. Want dat werkt altijd een beetje op elkaar in. Dus dat is een tip. Ja. Nou, er wordt nog een vraag gesteld. Moet ik nou wel of niet met ik beginnen met een post? Nou, dat is een hele goede vraag. Voor mij werkt het. Maar voor een ander misschien niet. Dus daarom is het belangrijk om te kijken wat voor jou werkt. Alleen als je... Kijk even naar je content die je tot nu toe gemaakt hebt. En kijk maar even hoe vaak je ik gebruikt. En vervang je eens een keer door ik. En kijk of je content daardoor sterker wordt. Ja. Ja, Jan-Willem die vraagt ook nog... Is het stellen van een vraag als opening sterk? Dat ligt er maar aan wat je wil bereiken. Ik zie ook vaak dat mensen een vraag stellen op het einde van hun post. Om daar de betrokkenheid mee te vergroten. Nou moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb lang op LinkedIn gekeken. En ik zie dat mensen dat doen. En dat dan vaak de eerste graads connecties daar dan op reageren. Maar niet de tweede graads. En eigenlijk gaat het er gewoon om, heb je content te delen? Deel dan je content. En dus vragen, ja, je kan hem stellen als vraag om van en hem zelf beantwoorden. Maar veel belangrijker is dat je iets deelt wat waardevol is. Ja, en ik denk ook dat als de vraag echt een vraag is, een hulpvraag, en dus niet een geforceerde vraag, dan een groot verschil uitmaakt. Zeker. Maar je ziet heel veel geforceerde vragen natuurlijk op LinkedIn. Ja, dus kijk, ja, nou ja, goed. Wat ik ook kan zeggen, echte content, eigen echte content, wat je meent, dat wordt ook zo gelezen. Dat klinkt gek, maar dat is echt zo. Dat heb ik zelf ook kunnen ervaren. Dat de reacties die je krijgt van, daar schrik ik soms van. En dan denk ik, oh, dat heb ik er eigenlijk niet ingezet, maar dat wordt er wel uitgehaald en dat is precies wat ik bedoel. Dus, ja.
Dat werkt heel goed. Ja. Oké. Er zijn nog wat meer vragen, maar misschien even kijken hoor. Dus Sharon die zegt, ja, bij authentiek is het belangrijk om je eigen manier te vinden. Ben het met je eens, Babette? Ik heb een jaar een heel strak schema gebruikt. Veel engagement, dat kost me ook veel energie. Wat is dan belangrijk? Ja, ik weet niet of de vraag is inderdaad of meer een retorische vraag. Maar inderdaad, wat is dan belangrijk? Ik denk dat betrokkenheid heel positief is. Dat je altijd moet zoeken naar manieren waarop je dat dan zo slim en efficiënt en effectief mogelijk natuurlijk voor elkaar kan krijgen. Ja, en ik denk ook dat ik krijg vaak terug dat ik authentiek ben. Nou, dat is zeker, dat is, dankjewel, dat is een heel groot compliment als ik dat van mensen krijg. Maar authentiek is gewoon niks meer en niks minder dan jezelf zijn. En dat is voor de een anders dan voor de ander. Ja. Het enige wat ik je kan meegeven is dat je hebt lef. Doe het gewoon en kijk hoe het uitvalt. Het vooral niet durven, dat houdt je tegen. Ja. Nou, ik denk zeer waardevol, Babette. Omwille van de tijd ga ik naar het laatste stuk van deze masterclass. Er zijn nog twee vragen gesteld, maar die ga ik eventjes plenair toch behandelen. Dus Jan-Willem die zegt, ja, ik bedoelde eigenlijk een vraag die ik zelf beantwoord. En er wordt nog een vraag gesteld over wat is dan een geforceerde vraag. Dus uiteindelijk gaat het om ook met het stellen van vragen. Je kan ook best een vraag stellen en daar een antwoord op formuleren. Op het moment dat je denkt dat dat een waardevol inzicht biedt voor iemand anders. En dus dan is niet het doel om antwoord te krijgen op die vraag. Dus op zich is dat ook prima. En dus uiteindelijk is variatie en afwisseling in die content en in de vormen natuurlijk ook heel, heel goed. Even kijken, er werd nog een vraag gesteld over wat is geforceerde vraag. Nou, daar wordt al door iemand anders over op gereageerd. Dus dat, en je ziet vaak van die vragen van, dan vertelt iemand persoonlijk verhaal en dan is het van, en hoe kom jij, hoe kom jij weer tot jezelf? Of wat doe jij om dit of dat te doen? En denk, ja, weet je, die vraag wordt alleen maar gesteld om betrokkenheid te creëren, maar die is eigenlijk best wel hoogdrempelig in plaats van laagdrempelig vaak. Ja, daar wil met ik het tegenovergesteld over, effect. Daar wil ik nog één ding over zeggen, Frank. En dat is ook, maak voor iedereen van, ik lees ook wel eens een persoonlijk verhaal. En daar word ik dan door geraakt. En in de laatste drie regels krijg ik dan een zakelijk aanbod. Dat vind ik jammer. Dus zorg ervoor dat als je content schrijft, dat je daar voor jezelf een keuze maakt van, maak ik een zakelijk of persoonlijk? Als je het persoonlijk gebruikt voor je zakelijk, dat kan averechts werken. Althans, dat heb ik in het begin gemerkt. Ja. Dus, nou, de laatste vraag voor jou. Breng jezelf wel eens in beeld? Dus er wordt aan toegevoegd, ik ben er zelf niet van, maar misschien is dat angst voor niets. Dus met een nou, zoiets als dit, hè, maar dan een live op LinkedIn of een video of een vlog. Ja, ik doe dat. Ik zelf heb daar nu niet voor gekozen, of niet veel, maar dat kan je zeker doen. En dat is ook als het bij je past, doen. Oké. Okay. Dankjewel, Babette. Ja, jij gaat zo wat vertellen over het aanbod. Ik ga daar zeker op terugkomen, maar ik ga eerst het verhaal afmaken. Share screen, ik zet er even de presentatie op. Als het goed is, kunnen jullie die weer zien. Want hoe bereik je 1 miljoen views en wat betekent dat? Nou, los van authenticiteit en inspiratie en oprechte content, zijn er toch echt ook een aantal dynamieken op LinkedIn die je zelf kunt beïnvloeden. Daar hebben wij een checklist voor ontwikkeld. En die bestaat uit stappen voor, tijdens en na het plaatsen, waardoor je die bijdragers kunt gaan managen. Maar Babette zei net al, ja, als je zo'n ontzettend succesvolle post hebt, ben je soms al een paar uur kwijt aan het plaatsen van commentaren en reacties. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar door zelf ook die betrokkenheid te tonen, ga je natuurlijk wel laten zien dat je betrokken bent bij de persoon die die comments heeft geplaatst. Ga je misschien wel relaties ontwikkelen. En ga je uiteindelijk ook dat bereik nog verder positief beïnvloeden. Want er ontstaat een dialoog onder jouw bijdrage. En daar vindt LinkedIn iets van, namelijk dat ze dat waardevol vinden. Overigens, die checklist gaan we nu niet helemaal behandelen, want dat kan niet in een paar minuten. Maar die kun je kopen op onze website. Maar je krijgt hem ook als cursist aan het aanbod wat we straks zullen behandelen.
Ja, dus het is heel belangrijk dat je die checklist dan goed doorneemt, stap voor stap eigenlijk toepast om het maximale rendement eruit te halen. Want sowieso geldt, of dat nou met onze checklist is of op een andere manier, zorg dat je inzicht krijgt in de do's en don'ts op LinkedIn. Dat heb ik net ook al aangegeven. Er zijn een aantal basisregels rondom dat algoritme en dat kan je al enorm helpen om je bereik te vergroten. We hebben natuurlijk aangegeven het bereik en de waarde van 1 miljoen views. Nou, die impact wordt pas echt interessant op het moment dat jouw bereik en jouw bijdragers onderdeel zijn van een strategie om misschien wel leads te genereren of klanten aan te trekken. Dus een eendags vlieg, daar hebben we allemaal niet zo heel veel aan. Een aantal inzichten. Wat ook aansluit deels bij wat Babette natuurlijk aangeeft. Eigen content geeft veel meer bereik dan een share of content op bedrijfsprofielen. Wat op dit moment heel goed werkt, storytelling, persoonlijke content, maar ook bijvoorbeeld peilingen. Die hebben het heel goed gedaan de afgelopen tijd, maar op dit moment zijn ze nog steeds heel erg interessant. En krijg je op een peiling zomaar 200 reacties. Nou, hoe vaak heb je 200 likes of comments onder een post? De meeste bijdragers hebben een hoogtepunt binnen 24 uur. Daar werd ook net een vraag over gesteld van wanneer plaats ik dan een nieuwe? Of merk je effect als je snel na elkaar plaatst? Nou, wij zeggen, plaats dus niet binnen 24 uur een tweede post. En plaats pas een bijdrage op het moment dat de voorgaande is uitgewerkt. Want anders ga je cannibaliseren of ga je een kurk zetten op die bijdrage die daarvoor is geweest. Maar als je meer volgers hebt, dan heeft dat een voordeel, maar dat voordeel ebt ook snel weg. Dus het is niet zo dat ik met 20.000 volgers per definitie meer bereik heb dan iemand anders. Zelfs een stagiair met 25 volgers heeft hier wel eens 10.000 views gehaald op een post. Dus in principe kan iedereen dat. Ik heb wel eens een student gezien met meer dan 1 miljoen views. Dus ook echt dan in dat geval, hoe spreekt die content aan? Nou, daarnaast gunt LinkedIn een hoger organisch bereik aan actievere leden. En ik kom er straks nog even op terug wat je daar, hoe je dat zou kunnen bekijken. Nou, een voorbeeld van die storytelling, hè, ik ga er niet helemaal inhoudelijk op in, maar dit is een voorbeeld van alweer een tijdje geleden. Vorig jaar zomer, volgens mij, of misschien wel langer terug. 3 kinderen bellen aan, vragen om een klusje voor geld. Ik zeg nee joh, ik heb niks, lopen teleurgesteld weg. Ik hoor ze aanbellen bij de buren, worden ze ook afgepoeierd. En ik denk, joh, wat beter gaan eikel. En ik heb een hond die me ook aan zit te kijken van, joh, stommeling, ik had wel even naar buiten gewild. Dus ik doe de deur nog open. Ik zeg, jongens, willen jullie de hond uitlaten? Nou, helemaal blij en happy. En dat is het leukste klusje ooit. Nou, ik heb er een verhaaltje over gemaakt en 237.000 views. Dus het is ook gewoon content ligt op straat. Maar je moet ook een beetje de antenne ervoor ontwikkelen. Nou, dat Babette geen eendagsvlieg is, dat hebben we inmiddels al begrepen. Zij heeft echt mooie persoonlijke verhalen gedeeld, ook over haar tweelingzus. Ruim 3000 likes en ontzettend veel reacties. Maar ook over andere sporters. Jorrit Bergsma, emotie, 660 likes. Nou, dat zijn dus ook posts die honderdduizenden views zomaar kunnen genereren. Zo'n peiling, op het moment dat je dat doet, hou het laagdrempelig. Zorg ervoor dat het heel herkenbaar is voor mensen, zodat de stap om te reageren eigenlijk heel impulsief en heel laag is. En dan kun je zomaar tienduizenden views mee krijgen. Een dame die heel veel deelt, Danielle Brown, is cultureel antropoloog en schaart heel veel Facebook-achtige toch wel content onder gedrag van mensen. Ik krijg daardoor eigenlijk de vrijbrief om heel veel te plaatsen op LinkedIn. En dat wordt eigenlijk ook heel goed gewaardeerd. Dus die haalt elke dag wel 100, 200, 300.000 views. Maar ook zonder visuele content, rechts zie je iemand die iets over corona en prikken, die verhitte discussies. Ja, die kan met een simpele opmerking ook 600 likes krijgen. Dus het is niet zo dat je altijd foto's of video's moet gebruiken. Sterker nog, als je geen foto of video hebt die slaat op de content, laat het dan liever achterwege. Nou, dit is een plaatje wat aantoont dat binnen 24 uur dat bereik eigenlijk helemaal verdampt. Dus dat je echt, als je dat ziet gebeuren, dan is het dus ook weer tijd voor een volgende bijdrage.
En dit is de manier waarop LinkedIn eigenlijk meet hoe actief je bent. En dat wordt volgens mij binnenkort wel vervangen door iets anders. Maar op dit moment werkt het nog. Social Selling Index heet dat. En dat is een website waar je dus eigenlijk kunt zien wat voor score LinkedIn hangt aan jouw activiteiten. LinkedIn.com/sales/SSI. En hoe hoger je daar scoort, hoe hoger organisch bereik je eigenlijk toebedeeld krijgt. Dus dat is best wel interessant om gewoon eens naar te kijken. Nou, wat betekent dat nou als je 1 miljoen views hebt? Nou, die tweede piek hier in deze grafiek is mijn profielbezoeken op het moment dat ik die bijdrage heb geplaatst met die 1 miljoen views. Die vorige piek was een soortgelijk evenement, maar dat ging dan om een nieuwsbrief die ik had uitgestuurd waar waanzinnig veel reacties op kwamen. Maar je ziet dus dat een enorme boost geeft. Eigenlijk hetzelfde als dat jouw website ineens door ruim 1000 mensen wordt bezocht. Nou, hoe goed converteert je website dan? Nou, in dit geval heeft het mij honderden nieuwe connecties, profielbezoekers, websitebezoekers en ook inschrijvingen op mijn maillijst opgeleverd. Maar je moet er dus wel wat mee gaan doen. Het is niet zo dat het vanzelf gaat. Hè? Je zal contact moeten maken met die mensen. Je kunt ook zien op LinkedIn wie jouw profiel heeft bekeken. En dan kun je daar een gesprekje mee aanknopen. Nou, op het moment dat het heel veel tegelijk is, of continu veel is, dan adviseer ik om automatisering naast LinkedIn te gaan gebruiken. Om het overzicht te kunnen bewaren. En ook meer in de lead te kunnen zijn wie welk bericht wanneer ontvangt. Bijvoorbeeld deze masterclass hebben jullie mails gekregen via ActiveCampaign. Je zal ook na afloop nog een keer het aanbod toegestuurd krijgen via ActiveCampaign. Dus dat is voor mij veel effectiever dan wanneer ik moet hopen dat een bericht iemand gaat bereiken natuurlijk op LinkedIn. En je ziet dus dat in een paar jaar tijd er gewoon continu duizenden mensen in die systemen kunnen worden toegevoegd zonder te adverteren. En als jij een jaar flink adverteert op Facebook, dan kan je misschien ook wel 10.000 of 15.000 mensen in je systeem krijgen. Alleen dat kost waanzinnig veel geld. En dit heeft 0 euro gekost. Overigens dat systeem, dat is ook gratis HubSpot. Dus. En hier zie je dus bijvoorbeeld, dit was van november, had ik inspiratietips over content gedeeld. Dus ik door honderden mensen gedownload. En op dat moment komen daar ook boekingen uit. Op het moment dat ik daar natuurlijk een voorstel aan plak. Maar dat moet wel gemanaged worden. Dus het gestructureerde opvolgproces, wat ik in het begin ook aangaf. Ja, je kunt er niet op vertrouwen dat die mensen uit zichzelf zo'n boeking gaan maken. Maar daar moet je een gesprek mee aangaan. Nou, wij gebruiken daar HubSpot voor. En daar zetten we in met wie we hebben gesproken, maar ook of er een offerte is verstuurd. En op die manier kun je eigenlijk de pipeline heel goed managen. En dat levert geld op. Dus het levert gewoon omzet op en die omzet die groeit. Dit zijn boekingen via Molly. En hier zie je ook dat het is heel duurzaam. Want door deze strategie waarachter zit, een strategie van geven en verbinden en waarde toevoegen voor het netwerk, ontstaan loyale en tevreden klanten die ook elkaar weer gaan aanbevelen. Nee, dus eigenlijk een hefboom effect krijgt op je inspanningen en dus jaar na jaar steeds meer omzet mag verwachten. En dat blijkt ook uit feedback van onze klanten, want het werkt niet alleen voor ons. Dus Marijn die heeft een paar jaar geleden bij mij LinkedIn for Business gedaan. Die zegt, ja, ik heb die investeringen minstens 100 keer terugverdiend. Dus dit is gewoon een bewezen succesvolle strategie voor iedereen die een doelgroep heeft op LinkedIn en een zakelijke propositie. Nou, mijn aanbod in ieder geval, voordat ik aan het aanbod van Babette toekom, is dat je mee kunt doen aan een LinkedIn challenge. Een aantal mensen die hier zitten, die hebben zich daarover opgegeven, dus dat is echt superleuk. We hebben nu zo'n 25 deelnemers vanaf volgende week. En die gaan vanaf volgende week aan de slag met profieloptimalisatie. Het creëren natuurlijk van een aantal LinkedIn-bijdragers, verhogen van hun bereik, vergroten van hun netwerk. En daarmee dus ja, een heel mooie basis neerzetten voor meer leads en klanten met behulp van LinkedIn. Dat is ook bewezen succesvol. Er zijn 280 mensen geweest die daar eerder aan hebben deelgenomen. Die hebben daar echt miljoenen views mee gegenereerd. En tienduizenden likes, comments, profielbezoekers en nieuwe volgers mee aangetrokken. Nou, die LinkedIn Challenge start volgende week maandag. Die loopt 3 weken en is best intensief aan onze hand meelopen om je bereik te optimaliseren en je aantrekkingskracht te vergroten.
En met Babette ernaast, ja, zul je daar nog meer rendement uit gaan halen. Dus Babette biedt aan om een aantal van jullie één op één te helpen met een sessie over die Blanco-formule en met het maken van een tweetal bijdragers. Nou, de LinkedIn Challenge, die levert dus sowieso veel meer views op dan wat je nu hebt. Veel meer profielbezoekers ook. Een effectief en klantgericht profiel. Inzichten in dat LinkedIn-algoritme. En je krijgt natuurlijk ook die checklist waar ik het over heb gehad. Wekelijkse Zoom-calls, alle handouts in een verborgen groep op LinkedIn. Je krijgt een persoonlijke profielscan. En aan het einde van de challenge is er ook nog een mogelijkheid om even één op één met elkaar in gesprek te gaan. Nou, die challenge die kost €397. De waarde is natuurlijk vele malen hoger. En op dit moment voor jullie als deelnemer aan deze masterclass kun je dat boeken met €50 korting. Er zijn, moet ik wel zeggen, nog maar 7 plekken beschikbaar. De link zou ik even aan Hans willen vragen. Oh, die zit dan te bellen, zie ik. De link zal ik zo even nog in de chat zetten. En je hebt dan een waardebon nodig, dat is Master 50. En die is alleen de komende 24 uur geldig. Dan hebben we het aanbod van Babette. Want we hebben nu al meerdere bijdragers van haar gezien. Ze heeft een hele leuke bijdrage gemaakt. Irene Wüst heeft de gouden formule van de Olympische Spelen gekraakt. Nou, we kunnen gewoon zien dat Babette met haar blanke formule het LinkedIn-algoritme heeft gekraakt. Dus ook op deze poster 1650 likes. Dus zo'n 1-op-1 sessie met Babette is denk ik extreem waardevol. En ze gaat je ook nog helpen met het maken van 2 LinkedIn-bijdragers. Nou, dat kostte ook slechts €397. En ook op haar aanbod geldt die €50 korting met de code MASTER50. Ik zal die link zo ook even in de chat zetten. En zij kan dat aanbieden aan maximaal 11 mensen. Nou, dan hebben we ook nog met elkaar gesproken van moeten we dan nog iets doen voor mensen die en de challenge doen en gebruik willen maken van Babette. Nou, mensen die de challenge al hebben geboekt, die kunnen even met mij bellen of mailen of appen. En die krijgen €100 korting bij Babette. En de mensen die nog geen challenge hebben geboekt en de challenge en Babette willen boeken, die krijgen 2 keer €100 korting. En ook dat is alleen de komende 24 uur geldig. Dan gebruik je de code MASTER200 en betaal je dus geen €794, maar €594 om duurzaam je gedrag te gaan veranderen op het schrijven van content. En ik denk dat dat echt een koopje is. Die LinkedIn Challenge gaat een enorme boost geven op korte termijn. En ja, ik denk dat de inzichten van Babette serieus goud waard zijn. Deze korting is geldig voor maximaal 6 plekken. Wat heel belangrijk is, is dat je als je naar onze website gaat en die producten selecteert, zoals de LinkedIn Challenge en de Blanco Formule, dat je die even samen dan in een winkelmandje doet en dan de waardebon Master 200 gebruikt. Dus controleer dat even goed, dat je het goed afrekent en dat er geen misverstanden ontstaan. Goed. Ik zal die linkjes nog even in de chat zetten. Ik wil Babette en jullie heel erg bedanken. Babette, voor jouw mooie verhaal en je inspirerende inzichten. En jullie natuurlijk allemaal voor jullie deelname aan deze masterclass. En ik hoop een aantal van jullie volgende week terug te zien bij de LinkedIn Challenge. Dan wel bij Babette. Ja, absoluut. Dank jullie wel. En tot hopelijk snel. Dankjewel. Ik zal de presentatie even uitzetten en dan zal ik die linkjes eventjes in de chat zetten. Dus dit is de link naar de challenge. Met de code MASTER50. En dan moet ik even op de website jouw productcode hebben. Dat is de Blanco-formule. Kopiëren. En dat is deze link met de code MASTER50.
En als je dus beide producten in je winkelmandje doet op de website, dan gebruik je de code MASTER200 voor 200 euro korting bij beide producten. En heb je de challenge al geboekt en wil je ook gebruik maken van het aanbod van Babette, dan krijg je dus 100 euro korting, maar dan ga ik even een persoonlijke kortingscode voor je aanmaken. Is er iemand die daar nu al van zegt, ik wil die persoonlijke kortingscode hebben, want dan is dat misschien handig om even te weten. Ik zie ook wat mensen die bij ons LinkedIn voor Business volgen. Ik denk ook dat voor jullie dit heel waardevol kan zijn. Oké, ik krijg een DM. Marijke, die gaat er vandoor. Dankjewel Marijke, leuk dat je erbij was. Even kijken, je kan de chat opslaan. Als je de LinkedIn-adressen wilt hebben, is een tip van Alexandra. Dank jullie wel. Nou, we krijgen nu worden overladen met bedankjes in ieder geval, Babette. Dus dat hartstikke is, goed. Positief. Goed. Als er nog vragen zijn, nu we toch nog met wat mensen zitten, laat het gerust weten. Want dan kunnen we daar misschien nog even kort antwoord op geven. En anders gaan we zo afsluiten. Ja, ik heb nog 5 minuten, Frank. Ja. Nou, John zegt ook, dankjewel, zeer waardevol. Babette, ook voor het link allemaal, leuk om kennis te maken. Hans de Boer, jij blijft even hangen? Ja, oké. En als er mensen nog niet gelinkt zijn? Link, connect. Staat jouw link profiel URL in de chat al, Babette, of niet? Nee, zo handig ben ik niet, ben jij, hè? Zal ik nog even doen? Babette Hogendoorn, even kijken. Oké, daar komt hij. Paste everyone. Link van Babette profiel staat in de chat. Oké, dan ga ik er vandoor. Dankjewel iedereen. Ja, dankjewel Babette. Heel fijn. Wellicht, tot ziens. Pieter, jij hebt een vraag gesteld aan mij. Is het ook interessant wat voor bedrijf dat producten verkoopt? Ja, zeker. Dag Shani. Wij hebben heel veel klanten die producten verkopen. En dat varieert van plaatmateriaal tot schoonmaakmiddelen. You name it. Kijk, als jouw doelgroep op LinkedIn zit. Inkopers of mensen die auto's of gebouwen met bepaalde coating willen beschermen, ja, dan is het zinvol om daar iets mee te doen. Absoluut. Je mag je ook unmuten hoor, dat is ook prima. Links onderin, de knop. Ja, sorry. Ja. Verkeerde knopje. Ja. Nee, oké. Daar was ik even naar benieuwd. Omdat het zijn eigenlijk coatings, deels voor particulieren en deels voor bedrijven. Dus vandaar, het is een beetje. Ik had je heel even de website gestuurd. Dus als jij er even naar zou willen kijken en anders mij even een berichtje erover zou kunnen sturen. Ja. Dan graag. Ik stuur jou heel even mijn e-mailadres, want dit is een combinatie. Dit is een.